Hey YouTube, welkom terug bij een nieuwe review. Het is weer zondag en dat betekent één ding, Black IPA. Vandaag in de vorm van een brouwerij uit Amsterdam. Met een sexy galaxy. En we hebben het hier over Low Five Brewing. Een 4,4 Black Session IPA. Ik heb eigenlijk nog nooit een Black IPA onder de 6% gehad volgens mij. Deze brouwerij maakt eigenlijk alleen bieren onder de 5%. Vandaar de naam Low Five Brewing. Ze waren zo vriendelijk om mij een pakketje op te sturen met 6 van deze bieren erin. 6 keer dit bier. En ik ben heel benieuwd. Zij vroegen of ik dit wilde reviewen op YouTube. Nou, dat zeker als het een Black IPA is. Doen we daar natuurlijk graag aan mee. Ik zal even het label laten zien. Het is met een astronaut. Erop. Ze hebben, zoals je ziet, een prijs gewonnen. Een bronzen medaille op de Dutch Beer Challenge van 2022. Ik ben heel benieuwd. We gaan gewoon even openmaken en een glas schenken. Laat even weten wat je van dit bier vindt. Wat vind je van de brouwerij? Dit is eigenlijk mijn eerste bier wat ik van ze review, überhaupt wat ik van ze drink. Ruikt toch fruitig zeg. Beetje donkerbruin. Schenkt hij in. Echt lekker schoon glas, maar niet juist. Hij is ja, echt donkerbruin, heel donkerbruin, mooie. Hele lichtbruine, kakiekleurige schuimkraag. Dit bier is trouwens gebrouwen bij Pushat in de Kazer in Amsterdam. We hebben geen eigen brouwerij, Low Five. Ziet er heel mooi uit. We gaan er snel aan de neus. Het heeft heel licht een fruitige toon erin zitten. Wat ik rook al toen ik hem open trok. Beetje citrus. Neigend naar een beetje grapefruitachtig. Iets. Het is allemaal heel subtiel. Het is natuurlijk maar 4,4%. Dus het zal geen klap in je gezicht zijn. Qua neus. Maar het ziet er heel mooi uit. We gaan hem maar snel even proeven. Low Five. Proost. Wauw. Oké. Mooie roasty backbone. Moet echt een beetje dat roosterige. Geroosterde mout. Beetje grapefruit, citrus. Klein beetje koffie. Mooi mondgevoel. Koolzuur zit er ook goed in. Niet storend. Lekker. Ja. Ik ben blij dat ik hier nog 5 van heb staan. Echt een heel leuk bier. Op Untappd is dit volgens mij geen stijl. Een Session Black IPA. Dus hij zal waarschijnlijk gewoon als Black IPA op Untappd staan. Hij is heel toegankelijk. Heel laagdrempelig. Laag in de alcohol, geen klap in je gezicht qua smaken, maar echt heel leuk gedaan. Ik heb andere IPA's, Black IPA's gehad met een hoger alcoholpercentage die ik niet zo lekker vond als deze. Dus dat is, vind ik echt een pluspunt. Ik vind hem echt heel erg leuk. Het is niet mindblowing, maar zoals ik zei, heel laagdrempelig en heel toegankelijk. Mede door dat alcoholpercentage. Dus ik ben wel aangenaam verrast. Ik ken de brouwerij verder niet, dus ik ben eigenlijk ook wel benieuwd naar andere bieren van hun. Laat even weten wat je van de brouwerij vindt onderaan de video. Heb je deze gehad? Laat het even weten.
Je kan de score vinden op Untappd. Daar ben ik te vinden. Ik ben ook te vinden op Facebook en Instagram. En op TikTok. Ik ga nog lekker genieten van dit mooie bier. En ik zou zeggen, proost. En tot de volgende keer. Cheers.